Ik ben Bart Warmuskerke, ik ben 38 jaar, ontwerper van kleding en kostuums en docent klassieke talen. Ik ben een half jaar geleden uit de kast gekomen. Na jarenlang gelukkig geweest te zijn met een vrouw, 3 kindjes te hebben. Maar op een gegeven moment waren er gevoelens die een grotere plek in mijn leven moesten hebben. En toen heel veel moed verzameld om uiteindelijk een besluit te nemen en uit de kast te komen. En voor mezelf op te komen. Het besluit was natuurlijk niet makkelijk. Het is iets wat je natuurlijk heel je leven al in je hebt zitten. En wat steeds meer schreeuwt om aandacht. En je maakt voor jezelf die berg steeds groter. Wat als ik daarmee naar buiten kom? Wat als ik daarover begin te spreken? Maar op een gegeven moment merk je dat je niet meer verder kunt. En dat je zo'n besluit moet nemen. Omdat je anders vast komt te zitten in jezelf en in je leven. Dan is dat super heftig voor jezelf. En dat levert ontzettend veel reacties op, gelukkig positieve, maar ook negatieve. Je hele leven staat op zijn kop en dat zorgt ervoor dat je mentaal heen en weer geschud wordt. En het heeft bij mij ervoor gezorgd dat ik lichamelijk toch ook wel wat veranderd ben. In die zin dat ik heel veel afgevallen ben de afgelopen maanden vanwege de stress die het met zich mee heeft gebracht. Ja, het uit de kast komen heeft me wel echt, ondanks alle verdriet, een heleboel vreugde gebracht. Nu al. Nu ik met mannen meer omga dan in het verleden, merk ik wel dat mannen, althans de mannen die ik ontmoet of spreek, dat die wel positief zijn over mijn uiterlijk. En ik ben altijd heel erg onzeker geweest over mijn uiterlijk. Als je voor de spiegel staat, denk je, nou, ik zie er best goed uit. En vervolgens zie je andere mannen, denk je, nou, die zien er misschien wel 10 keer beter uit. Maar nu je dan met mannen een intiemer contact hebt, kom je wel tot de conclusie van, oh, maar je mag er best zijn zoals je bent.